Right, bedankt allemaal om aanwezig te zijn. Web VR experiences powered by Drupal. VR, het is een trend, het is hip. Het is al een aantal jaren een trend. Ik heb nog niet vaak gezien op conferenties dat er echt met Drupal wordt nagedacht over potentiële zaken die we kunnen bouwen, die echt een meerwaarde hebben voor gebruikers. Daar wil ik wel wat dieper op ingaan vandaag. Dus kan je eens kort in de introductie geven? Zijn er hier mensen die... are there people here who don't speak Dutch? Want ben je in Nederlands bezig? Nee? Oké, ga ik verder doen. Eerst een korte introductie over mezelf, over waarom ik de sessie geef. Dan wat meer over het feit van VR naar het web brengen, in webomgevingen. Dan meer over use cases van web VR en over, dan doe ik een stukje hoe dat we het kunnen doen aan de hand van een demo. Wat is VR exact? Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Het is een experience taking place within simulated and immersive environments. It can be similar to or completely different from the real world. Dus je zit volledig in de experience, een beetje geïsoleerd van de buitenwereld. En je kunt dingen meemaken dat je anders niet zou meemaken. Wie ben ik? Ik ben Bram de Bakker. Ik ben afgestudeerd een tijdje geleden aan de hogeschool als multimedia producer. Wat houdt dat in voor mij? Dat is gewoon een beetje meer van alles bezig zijn dan multimediaal is. Toen in de richting was dat 3D, video, web, te veel om op te noemen. En ik vond het ook heel moeilijk om daaruit te kiezen. Van als eindwerk aan de hogeschool, waar ik ook al die zaken combineren in één projectje. Dan heb ik eigenlijk dit gemaakt. En dat is ook deels waarom ik die sessie nu geef. Dat is een applicatie waar je eigenlijk street art op een kaartje ziet. Dat is nu street art in Gent. Het is een proof of concept. Dan kan je eigenlijk op een kaart gaan kijken naar de verschillende werken. Kan je artiesten zien, artwork. En dan bij bepaalde artwork heb ik ook ervoor gezorgd, bijvoorbeeld deze, dat je in VR eigenlijk ook het werk kan gaan bekijken. Dus dan heb je hier een VR-view, gewoon een simpele 360 graden foto, die je dan ook kan doorsturen naar je mobile phone aan de hand van een QR-code en zo in een cardboard kan bekijken in VR. En dat is een hele leuk toegevoegde waarde, die VR. Want VR, mensen gaan street art gaan opzoeken. Soms komen ze niet op bepaalde plekken, zien ze dan wel in de app hier de street art en kunnen ze die toch in de bril eigenlijk gaan meemaken. Want een werk zien op foto of eigenlijk het gebouw voor u zien en echt 20 meter hoog gebouw een groot werk gaan bekijken, dat is nog een ander gevoel. En zo kun je dat toch meemaken ook. Vandaar dat ik deze sessie ook wil geven. Voor mij VR gaat niet om de grote games die ermee gaat bouwen en zotte ervaringen. Dat is misschien niet iets voor ons als Drupal developers. Maar wij kunnen wel het in de kleine dingen steken, kleine toegevoegde waarde bieden aan een website om die ervaring nog verder door te dreven om het nog beter te maken. En als we kijken naar de Google Trends over VR, zien we dat die een enorme piek heeft gehad, zo na 2014, 2015. Maar dat is ook weer lichtjes aan het dalen. Dat is een enorme trend geweest, maar heel wat mensen weten ook niet goed, wat moeten we er nu mee, VR? Hoe gaan we concreet producten aan maken die mensen helpen, die een probleem oplossen, enzovoort. Het is heel hip en leuk en gamen is stof, maar in een business context is het niet altijd duidelijk wat je ermee kunt. Ook in de United States zie je dat die piek gigantisch was. Maar nu wordt altijd nog duidelijker ook wat we er effectief mee kunnen. En Drupal 8 is heel geschikt eigenlijk om ermee te gaan samenwerken. Vooral door dat API First initiative. We eigenlijk alle data in Drupal kunnen gaan hergebruiken via andere kanalen. Om Drupal 8 eigenlijk echt een digital experience platform te gaan maken. Dus je hebt alle content in Drupal zitten. Je gebruikt ze voor je website. Waarom gebruik je ze ook niet voor andere, via andere kanalen zoals voice bijvoorbeeld of VR of nog andere zaken. Het is beschikbaar. Dus, en zo kun je ambitious applications of all kinds gaan bouwen. Ik werk bij Dropsolid. Dropsolid heb je misschien al zien staan hier in onze stand. Wij proberen ook echt digitale ervaringen te creëren en tools te geven aan andere bedrijven om die digitale ervaring te maken.
vandaar ook vandaag deze presentatie. Als we even teruggaan, de history of VR, altijd leuk om te zien. Ik begon, laten we zeggen, de eerste grote milestone was in 1957 met Sensorama. Een groot machine waar je helemaal moest gaan inzitten. Wat weinig bewegingsvrijheid, een beetje verstikkend. Maar het was wel gek voor in die tijd al om zoiets mee te maken. Naar 1968, de Sword of Damocles, dat was eigenlijk de eerste head-mounted display. Dus echt dat je op je hoofd kon zetten, maar dat was enorm zwaar. Vandaar dat het ook aan het plafond ging, via zo'n groot systeem, zodat eigenlijk het gewicht je niet helemaal naar onder duwde. Vandaar ook de naam Sword of Damocles, het hing echt boven je hoofd. Dan in 1991 kwam Sega, kende game console fabrikant, met VR arcade machines op de proppen. Ze hebben dat heel uitgewerkt, prototype getest en gedaan. Uiteindelijk is dat niet op de markt gekomen. Waarom niet? Omdat ze op dat moment dachten dat de experience te overweldigend ging zijn. Dat mensen daar niet mee gingen om kunnen, dat ze heel getraumatiseerd gingen geraken. Het is wel helemaal anders uitgedraaid natuurlijk. Ze hebben dat niet op de markt gebracht, wat dat jammer was. Het is wel ontwikkeld. En daarna zijn er nog wel andere fabrikanten geweest die min of meer hetzelfde hebben gedaan. 2010, VR terug in opmars, met Oculus Rift. De Kickstarter campaign, die jullie ook waarschijnlijk allemaal wel gezien hebben. Oculus werd dan overgekocht door Facebook in 2014. En dan ging de bal echt aan het rollen voor VR. VR was heel populair, dat zag je ook aan de Google Trends. Dan tegen 2014 kwam Google ook met de Cardboard, waardoor VR echt heel toegankelijk werd voor praktisch iedereen. Cardboards werden overal bijgegeven. Je kon ze zelf in elkaar knutselen, je gsm erin steken en dan kreeg je een VR-experience. Die niet zo heel goed was, maar het was een eerste ervaring. Laatste milestone in mijn ogen, 2019, Oculus Quest. Ik weet niet wie heeft er hier al van de Oculus Quest gehoord. Toch een paar mensen. Wat maakt de Oculus Quest zo vernieuwend? Je zou denken, ja, het is weer een nieuwe headset. Het zal een betere resolutie hebben. Het zal, weet ik veel, meer field of view hebben. Het gaat iets verder dan dat. Ze noemen het VR's Night in Shining Armor. En dat is omdat de eerste headset is die volledig standalone werkt. Zonder sensoren, zonder een computer dat je nodig hebt. Want meestal heb je voor VR zware gamingcomputers nodig voor dat te renderen. Met goede grafische kaarten. Dat is eigenlijk gewoon een standalone device. Je zet het op je hoofd, neemt je controllers en je begint. Het heeft ingebouwde camera's dat de volledige omgeving trackt. En dat maakt ook dat je 6 depth of freedom hebt. Dus je kunt op en neer gaan, voorwaarts, achterwaarts. Je kunt je hoofd kantelen en draaien en al die bewegingen worden geregistreerd voor de ultieme VR experience. Want als dat niet gebeurt, als niet alle bewegingen worden geregistreerd en je zet een zware game aan het spelen, dan kan het wel eens gebeuren dat je heel erg misselijk wordt. Want hetgeen dat je ziet moet overeenkomen met hetgeen dat je lichaam voelt. Of anders, of omgekeerd, hetgeen, de beweging dat je maakt, als dat niet overeenkomt met je beeld, dan voelt dat niet zo goed aan de maag. De goede dingen aan VR, de pro's, zijn dat je dingen kunt ervaren. Ervaren die anders moeilijk zouden zijn, die heel gevaarlijk zouden zijn, of zelfs onmogelijk. Dat is een enorme plus. Stel dat je enorme hoogtevrees hebt, kun je wel op die manier ook die stap proberen te zetten. Voor bijvoorbeeld de skydiving, weet ik veel, van een plank te springen. Dat is een veel voorkomende demo die je ook bij onze boot straks kunt uitproberen. De idea of communication gaan redefine. Wat wordt daarmee bedoeld? Meer gaan nadenken over nieuwe vormen van communicatie. In VR kun je met mensen die heel erg ver zijn, die ook een VR-bril op hebben, kun je gaan communiceren. Ik heb hier een filmpje voor.
Dus je kiest je eigen avatar, zo gezegd. Je kan heel wat dingen gaan doen. Heel wat dingen gaan beleven. Met vrienden die ergens anders ook een bril op hebben. Dus dat is heel dubbel. Ergens ben je heel sociaal bezig. En ergens ook weer niet. Facebook is enorm aan het inzetten sinds ze Oculus gekocht hebben op die communicatiemogelijkheden. Meetings houden in VR enzovoort. Ik vermelde ook de beleving. Zaken gaan beleven die je anders nooit zou kunnen beleven. Ik weet niet of er ooit al iemand in de schoenen van Neymar Junior heeft gestaan. Bekende voetballer. Maar anders moet je dit filmpje zeker eens bekijken. Een 360 filmpje. Heel eenvoudig. Maar dit beeld zou je anders nooit zien krijgen. Mijn bril op natuurlijk nog een pak indrukwekkender dan deze manier. Het is dan vooral natuurlijk ook de diepte in het beeld dat het dan doet, 3D. En dan waren jullie wel even een rockster waarschijnlijk. Daarnaast heb je ook natuurlijk negatieve zaken, zoals ik net al zei, misselijk worden. Ocular vestibular mismatch noemt dat. Het feit dat de bewegingen die je doet met je hoofd, dat het beeld niet 100% overeenkomt of te laat komt, kan er enorm voor zorgen dat je ziek wordt en dat je misselijk wordt. En ook kunnen die prikkels te overweldigend worden. Heel veel VR-games durven wel eens heel veel prikkels tegelijkertijd naar je toesturen, waardoor je helemaal overweldigd geraakt. Zowel visueel als emotioneel. En emotioneel kan ook na de VR gevolgen hebben. En dat is die ugly eigenlijk. Als je heel lang in VR, in een VR-wereld zit, kun je enerzijds verslaafd geraken aan het spel, kun je disassocieerd geraken van de realiteit en kan er vermoeidheid optreden, tot het punt dat je er echt chronisch ziek van wordt of mentaal problemen krijgt. Dus zeker mee opletten hoe lang dat je in zo'n wereld bevindt. Daarnaast intense emoties. Iemand, ik vernoemde het net al, die hoogtevrees heeft en die dan op een plank gaat staan bovenop een gebouw. Die voelt effectief de schrik, de angst van die hoogte. En als je daar te hard op pusht, kan dat traumatische gevolgen hebben die ook buiten VR eigenlijk blijvend zijn. Vandaar. Het kan ook wel heel erg grappig zijn natuurlijk. Friction kills the customer experience. In elke ervaring wil je zo weinig mogelijk frictie. Nu bij VR was dat heel lang een groot probleem. Ik denk ook deels daarmee dat de trend een beetje naar beneden gegaan is. Wat waren de frictiepunten? Het downloaden en installeren van apps. Dat sowieso. Proprietary development. Development van VR was vaak met tools zoals bijvoorbeeld een Unity, C#. Betalend is, waar je heel veel zaken voor moet leren, nieuwe kennis moet voor opdoen. Echt gericht op experten eigenlijk, die heel wat wiskundige achtergrond hebben ook. Veel berekeningen rond 3D enzovoort. Niet optimaal. In tegenstelling tot het wereldwijde web, waar je eigenlijk onmiddellijk op elke website dat je wilt terechtkomt, de ervaring meteen beleeft, niets moet downloaden op voorhand. Runs anywhere, everywhere. Waar je kan gaan collaboreren, waar het er open source is. Waar je direct dingen kunt gaan publishen, is een heel andere omgeving. Vandaar, best of both worlds, eigenlijk web VR, combinatie tussen beiden. Eigenlijk VR gaan publishen op het internet met webtechnologieën en zo virtual reality naar de web brengen. Wat heb je nodig voor web VR? Eigenlijk helemaal niet zoveel. Een headset is handig, hoeft zelfs niet helemaal. Je kan ook gewoon je gsm in een cardboard steken of gewoon de VR in de browser zelf gaan gebruiken en dan rondslepen en rondkijken met de mensen.
Compatible browser is tegenwoordig ook geen probleem meer. De meeste browsers ondersteunen het, van een Chrome, een Firefox, Microsoft Edge zelfs. Dus dat is ook geen probleem. WebVR maakt gebruik van WebGL. De standaard is om OpenGL in de browser te krijgen en zo 3D-zaken te gaan renderen. WebVR is een cross-platform, dus maakt dat je één ervaring bouwt en die zowel op je gsm, zowel op je computer, in elke browser kan gaan bekijken, kan gaan meemaken. Ook in een Oculus Rift, in een HTC Vive bijvoorbeeld, is dat perfect mogelijk. Het is accessible to webdevelopers. Je kunt allemaal coderen voor web, dus je kunt wel via ervaringen opzetten. Het is component-based, wat heel makkelijk maakt. En het is backed by grote bedrijven als Google, Microsoft, en Oculus en Samsung, die er allemaal aan meewerken om het echt van de grond te krijgen. En het is ook one click away. Dat wil zeggen, je moet het niet gaan downloaden. Het is gewoon rechtstreeks in de browser. Deze staat op native VR. Maar daar heb je dan natuurlijk al de voordelen. Dat je betere en more compelling video experiences kunt gaan bouwen. Je hebt meer kracht dat erachter zit. Het is beter gestuurd voor games. Voor dat soort ervaringen die moeilijker te coderen zijn in die webstandaarden. En het is meer performant, gewoon qua rendering, betere graphics, dat soort zaken. Maar op zich, dat is ook helemaal niet de bedoeling van WebVR natuurlijk. En native VR does not require an active internet connection. Tegenwoordig met service workers en zo kun je WebVR ook wel offline krijgen, dus dat is niet echt nog een probleem. Je hebt een aantal libraries ook die gewoon gebruik maken van WebVR. WebVR op zich is gewoon een soort API die je kunt gaan gebruiken, maar zoals het zijn van allemaal gewoon zelf te gaan coderen als er libraries zijn waarop je kan vertrouwen. Zoals een 3JS, heel populair. Library niet enkel voor WebVR, ook gewoon voor 3D-ervaringen te bouwen. Alles te gaan modelleren enzovoort in de webomgeving. Het is open source, het is heel extensive, heel veel documentatie. Maakt ook wel dat het heel moeilijk is voor mensen die er net mee beginnen. En heel veel 3D graphics coding, vaak moeilijke wiskundige berekeningen die je moet doen om te krijgen wat je wil. Vandaar, niet zo eenvoudig, maar er zijn ook libraries die opnieuw gebruik maken van 3JS, zoals een React 360. Vroeger noemde dat React VR. Was toen meer gefocust op VR experiences, nu meer om gewoon 360 beelden en video's. Wellicht is geshift omdat ze ook zagen van, kijk, web is misschien niet de bedoeling voor daar de zotste games te gaan bouwen, maar meer om gewoon een toegevoegde waarde te leveren aan de hand van VR, aan de hand van 360 beelden en video's. Dus het is een JavaScript library, powered by Facebook. Iedereen die React schrijft, kan eigenlijk ook React 360 schrijven. Het werkt ook gewoon met dezelfde component op dezelfde manier. Het is erg bedoeld om 2D 360 content te gaan mixen met 3D objecten en zo die ervaring te gaan bouwen. Ideaal ook voor applicaties driven by user interaction met heel veel 3D UI elements. Als je kijkt, A-Frame, dat is nog een library powered by Mozilla. Eigenlijk origineel gemaakt door Mozilla, daarna overgenomen deels door Google. Nog een stukje makkelijker dan React eigenlijk. Het enige dat je moet kunnen is HTML. A-Frame bestaat gewoon uit HTML-elementen die je kunt gaan schrijven. En elk element is gewoon één object in de 3D-space die je in VR kunt gaan bekijken. Ook open source, heel toegankelijk voor front-end developers. En heeft ook een heel eenvoudige visual inspector, waarin dat je heel je scene kunt gaan bekijken. En dan maakt het nog veel makkelijker eigenlijk om applicaties te gaan bouwen. Dit is zo'n voorbeeldje, dat is de standaard Hello World demo van A-Frame. Waarin dat je een viertal objecten, eigenlijk een vijftal objecten hebt. Eentje is de plane, hier de grond dat je ziet. Dan een cilinder, een kubus, een sfeer. En dan de achtergrond wordt een sky genoemd. Iets hier rechts staan waarschijnlijk. Dus een A-frame staat altijd uit één scene, een VR-scene, die volledig gerenderd wordt, waar je zelf niets aan moet doen. Je kunt wel een achtergrond kiezen. Dan die box, sphere, cylinder en plane, die elk gewoon position attribute krijgen, rotation. De cylinder krijgt ook bijvoorbeeld een radius,
En zo kan je heel eenvoudig die properties gaan toekennen en die VR-omgeving gaan opbouwen. Als we kijken hier ook, zie je die elementen staan. Primitives worden die genoemd. A-frame is echt opgebouwd uit allemaal entiteiten. Zo'n box, A-box tag in HTML, is eigenlijk een vereenvoudigde beschrijving of vermelding van zo'n entity met een geometry primitive box, een bepaalde material, dus een bepaalde textuur, hier gewoon de color red. Dus dat is een heel vereenvoudigde vorm om die A-frame elementen te gaan schrijven. Maar als je wil, kan je ook gewoon all the way gaan complex schrijven met die entities en nog geavanceerdere geometrieën en materialen en texturen gaan definen. Ik ga eens even in een codepen gaan. Om te tonen hoe makkelijk het is. Dat is gewoon een leeg bestand waar dat A-frame stil hoeft als library. En kunnen we een A-box toevoegen. Live coding, altijd spannend. Daar is die. Oh. Onder mij uiteraard. Ik kan hem naar voren gaan brengen. Z-factor. Voilà, dan zie je hem voor ons staan. Nu, dat is een hele vlakke kleur. Del rood. Komt niet echt over als een kubus op dit moment. Zeker niet als ik hem ook nog wat hoger plaats. Lijkt het eerder gewoon een vierkant. Laten we ook eens even een achtergrond toevoegen. Dan hebben we een sky element, wat dat eigenlijk gewoon een achtergrondje is. Want wat donkerder maken. Ja, thanks. Zo. Nu, iets dat het al direct een pak beter kan maken, is bijvoorbeeld belichting. Dus omdat het zo vlak is, heb je twee soorten belichting die je standaard kan toevoegen. Een A-light type van ambient bijvoorbeeld. Dat gewoon een globaal licht is. Nu, dit verandert niets, dat is ook licht dat er standaard op zit. Maar je hebt ook een point light. Wat is een point light? Dat je een bepaald punt gaat selecteren waaruit het licht voorkomt. Standaard gewoon op coördinaten 0, 0, 0. Dus in het centrum van je A-frame scene. Dan zie je dat enkel de voorkant eigenlijk belicht wordt. Dus dan kunnen we ook dit weer gaan verplaatsen. In de hoogte. En dan zie je dat de bovenkant ook belicht wordt. Kan je zo gaan spelen met dat licht. Nu, dat is allemaal heel moeilijk voor te zien ook waar dat was staat. Vandaar, ik zei daarnet, je hebt een visual inspector in A-frame. Veel mensen weten dat niet. Wat je eenvoudig kunt doen is command option I inklikken. Nee, control option of alt I inklikken. En dan kom je eigenlijk in de inspector view. Kan je links alle elementen zien dat je staat in je view. Kunt je de properties gaan bekijken. Je kunt ook gaan navigeren door je scene om dingen te gaan verplaatsen enzovoort. Zo kan je veel eenvoudiger dat licht eigenlijk gaan manipuleren naar hoe dat je het exact wilt. En zie je live ook hoe dat die kubus verandert al. Dus dat is wel een hele handige. Nu, WebVR, geloof het of niet, het is alweer verouderd. Je hebt WebXR, wat eigenlijk een nieuwe JavaScript API is. Het is een working draft, maar bedoeld voor mixed reality experiences. Want naast VR heb je natuurlijk ook AR, die enorm aan het opkomen is en die nog veel meer use cases eigenlijk biedt. Dus vandaar WebXR, die een wide variety of user inputs aanvaardt, zoals bijvoorbeeld voice controls, gesture controls, standaard in de API. Eigenlijk echt een technische basis voor die AR-experiences ook te gaan ontwikkelen naast die VR-experiences. Nu, VR, ik heb er al over gesproken, wat zijn nu echt use cases waar dat onze klanten iets mee zijn? We gaan geen games gaan ontwikkelen naast ons webdevelopment, zeker al niet met Drupal, lijkt mij niet zo nuttig. Maar
bijvoorbeeld, shopping is een populaire markt. Alibaba springt er al sinds wel op. Ik denk niet dat ik ga geluid nodig hebben. Niet doen? Nee, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een soort demo-video waarin je ziet hoe dat iemand aan de hand van VR een shoppingbeleving kan meemaken. Eigenlijk rondgeleid wordt, ik ga wel doorsproken, dan in de winkel terechtkomt. Via bepaalde manieren zich verplaatst in de winkel. En dan over bepaalde producten ook gewoon meer informatie ziet. En deze is natuurlijk niet zo realistisch, maar het feit is wel dat als je online gaat kopen, dat je niet meteen weet hoe groot iets is. Hoe dat er effectief uitziet als je het voor je op je hand liggen hebt. En via VR gaat dat wel, is dat wel mogelijk. Om bijvoorbeeld die tas qua grootte in te schatten of bepaalde kleur of textuur echt beter te gaan bekijken. Komt er nog bij in de winkel? ook met A-frame is zoiets mogelijk. Zoals dat je hier bij deze. Bij deze demo eigenlijk ziet. Bij A-frame kan je ook makkelijk gaan navigeren met die pijlstoetsen. Stel dat ik nu geen controle vast heb van een VR-bril, natuurlijk. Dan zie je hier heel eenvoudig concept. Een winkel namaakt in VR met die bouwblokken van A-frame. Waar er dan enkele dozen van de Oculus op de grond liggen. Heel eenvoudig, maar vooral bijvoorbeeld om in te schatten hoe groot dat iets is of hoe het er effectief zal uitzien. Dat is wel een hele leuke. Ook hier weer. Option Control I. Nee. Nee, het is uitgezet. Daarnaast Clone. Clone. Even openen. Wat is Clone? Clone is een app waarmee je eigenlijk objecten kan gaan scannen in 3D. Waarom is dit handig? Om in je VR soort te plaatsen, uiteraard. Dus het is heel eenvoudig. Je gaat gewoon langs, alsof je een panorama aan het maken bent, heb je een volledig 3D beeld dat geëxporteerd kan worden als een OBJ file, een object file, dat een 3D bestandsformaat is dat ondersteund wordt door A-frame, door heel wat formaten, heel wat platforms. Ook GLTF is zo'n formaat, een open formaat, dat ondersteunt. En zo kan je eigenlijk zelf, als je een webshop hebt, heel eenvoudig met zo'n app producten scannen, in VR brengen en mensen die laten ervaren hoe dat ze er echt uitzien, zoals ze voor jou staan. Dit is dat bestandsformaat, GL Transvision Format. Het is eigenlijk royalty free, iedereen kan dat gebruiken en op een efficiënte manier eigenlijk 3D objecten gaan uitwisselen met elkaar voor VR projecten. En dat is iets dat echt in de VR-wereld heel positieve invloed heeft, zodat iedereen echt dat kan gaan delen en dat het heel eenvoudig is om die texturen en die modellen in VR te gaan gebruiken. Daarnaast datavisualisatie, ook heel erg fijn in VR. Dit is nu een eenvoudig voorbeeld van grafieken die getoond worden. Het is meer een gimmick om dit in VR te zien. Het kan leuk zijn om er rond te wandelen en te kijken van hoe hoog zijn die nu eigenlijk, die grafieken. Maar iets anders, stacks. Stel nu dat je wilt gaan visualiseren hoeveel omzet je bedrijf heeft gemaakt. En je wilt dat zien aan de hand van echt briefjes geld. Kan je met de stacks generator. Het is heel eenvoudig. Het is gemaakt door een Amerikaanse student. Daarnet wel mijn computer bijna gecrashed erdoor, maar laten we eens proberen. Dus dat zijn stacks van $10,000. Ik ga er een keer 50 proberen. En hier. Dan is het eigenlijk de bedoeling dat je een VR-bril opzet en dat je ziet hoe dat ze naar beneden vallen, recht voor je neus. Oei, ja, zoals ik al zei, gemaakt door een student. Nee. Het concept op zich vind ik wel goed, dat je eigenlijk data gaat gaan omzetten naar
een vorm van beelden om te gaan inschatten hoeveel eigenlijk iets is. Daar gaat in mij nog meer over dan de manier waarop het gecodeerd is. Straks. Verder in shopping, een Toyota heeft een car configurator gemaakt. Wie wil er nu niet weten, als hij een auto bestelt, hoe dat interieur er eigenlijk gaat uitzien? Het is een tool waarmee je een aantal zaken kunt gaan configureren in je auto. Bijvoorbeeld de sporteditie gaan kiezen, de kleur van de auto gaan bepalen, de motor enzovoort. En van zodra je bij interior komt, kom je eigenlijk in een 360 view. Eigenlijk gewoon een foto dat ze er hebben ingestoken. Maar dan kan je hier ook, bij dit model nu niet, kan je eigenlijk ook een andere binnenkant kiezen. Zoals hier bijvoorbeeld de Red Sports Leather Accented. Voilà, en dan zie je dat veranderen. Dus ook op dat gebied, vooral je inbeelden hoe dat iets gaat zijn als je het effectief koopt. Dat gaan ervaren voordat je de aankoop doet. Is heel fijn om te doen in een viewer. En daarnaast, nog een laatste use case, dat heel populair is tours gaan maken in een viewer. Dus eigenlijk dat je bijvoorbeeld voor immobiliën, kantoren of vastgoed, dat je een bepaald gebouw kan gaan bekijken. Dit is nu een farmer's shop met een aantal hotspots, zaken die uitgelegd worden, maar je kan ook door de winkel gaan naar de antieke collectie bijvoorbeeld, een kijkje nemen enzovoort. En dat kan ook allemaal met een bril, dat je dan gewoon rond je ziet en dat je rond aan het kijken bent. Heel leuk concept. En dat is iets perfect dat je kan doen in Drupal. Dat is ook wat ik even ga tonen. Ik heb hier een Drupal installatie met twee content types die ik heb gemaakt. Of twee extra naast de standaard article en basic page. Het is gewoon een tour en een room, die part is of een tour. Als we kijken naar de room, welke velden dat die heeft. In description. Hotspots, die eigenlijk gewoon paragraphs zijn. Image en soundscape. Dus was de bedoeling dat je een 360 foto gaat gaan toevoegen. Misschien een geluid dat afspeelt, zodat je echt het gevoel hebt van dat je in die kamer zit. Dat je dat er van vogels wordt fluiten of dat iemand wordt typen op zijn computer. Dat je dan enkele hotspots kunt gaan toevoegen die doorlinken naar andere rooms. Heel eenvoudig concept en Drupal super makkelijk te realiseren. Dus als we dan kijken bij content om zo'n room aan te maken. Ik heb hier een foto van. Ik heb hier enkele foto's van street art. Ja, dat is nog van mijn eindwerk. Ik had ze dan toch gemaakt. Eentje van een industrieel gebouw in street art op. Hanekop, noemt dat gebouw. Dan kunnen we eigenlijk aan de hand van de focal point module. Ik weet niet of jullie die module kennen. Dus je kiest een punt in de afbeelding. En dan gaat hij ervoor zorgen als die afbeelding gecropped wordt, dat dat punt altijd zichtbaar is in de afbeelding. Dat is eigenlijk je focal point. Maar je kunt die module perfect ook gebruiken op andere manieren. Bijvoorbeeld om het middelpunt te kiezen. Het punt dat centraal voor u staat als de afbeelding in VR geladen wordt. Dus bij deze wil ik natuurlijk het gebouw met de street art erop. En dan kunnen we hotspots gaan toevoegen. Ook een position gaan toevoegen. Dat is een klein stukje custom code dat ik heb geschreven. Maar super eenvoudig. Een hotspot, gebouw. Een kleurtje van hotspot gaan kiezen. En kunnen we gaan doorlinken naar andere rooms die er nog niet zijn op het moment. Zo. Dan kan ik een tweede room toevoegen. Tweede afbeelding toevoegen. Ik heb nu geen geluid, maar dat is oké. Opnieuw gaan het centrale punt kiezen. En we zullen een keer teruglinken dan hier op dat gebouw naar de andere room terug gaan. Save. De eerste room ga ik nu nog een keer aanpassen zodat hij ook weer linkt naar de andere.
rooms klaar. Kunnen we eigenlijk de tour samenstellen? Ja, de andere gaat al wel door, denk ik. Materijdrijf en aan de kop. Zo. Ik heb hier dan lokaal eigenlijk een A-frame opgezet die gebruik maakt van JSON API om die data te gaan ophalen. Dus ik ga hier even kijken. Het is eigenlijk React die A-frame gebruikt om zaken te renderen, zodat we heel eenvoudig de als templating engine kunnen gebruiken. Even kijken. Dit is de tour. Juist nog de juiste ID plakken. Op zich, ik ben geen backend developer, ik ben gewoon gepassioneerd door VR. Even hierin te kijken. Zo. En wat we dan gaan zien. Als alles goed loopt. Dus dat de afbeelding wordt geladen, we komen direct op het punt dat we al inzetten met de focal point. Kunnen we gaan rondkijken en zien we daar links de hotspot waar we kunnen naartoe gaan. Ik zie dat mijn cursor iets te klein staat. Je hebt zoiets als een cursor in A-frame ook. Is eigenlijk als ik geen controller bij heb in mijn VR-bril, dat ik wel een centraal punt heb in het beeld dat focust op een bepaald onderdeel. En zo kan ik dingen gaan selecteren door ergens even naar te blijven kijken. Dus deze cursor. Distance, sorry. Ja, nu ben ik terug. Kan ik naar die hotspot gaan, zien we een rondje lopen en komen we op de andere afbeelding. Hier al de kleurknop ingesteld. Heel eenvoudig om op te zetten en om tours te maken, die we dan weer kunnen gaan embedden in een andere website, bijvoorbeeld voor vastgoeddoeleinden, voor wat dan ook. En daar leent Drupal zich ideaal voor. Dus dit wil ik even delen. Als je meer VR wilt zien, kom gerust eens langs bij onze booth. We hebben een Oculus Rift opgezet, ook de Oculus Quest hebben staan als je die zo wilt proberen. Dat was het. Ook op Drupal.com hebben we een booth, de Diamond Sponsor. Dus ook daar kun je gerust eens langs komen. Dankjewel. Zijn er vragen? Ja. Je had het over die OBJ extension. Kan je dus ook een scene maken in een 3D-programma zoals 3D Max, Maya, en die dan volledig importeren in A-frame? Dat kan. Natuurlijk afhankelijk ook van hoe zwaar zo'n OBJ-file is, of dat heel snel performant gaat zijn in VR in je browser. Dat is niet altijd even duidelijk, maar in principe kan het, ja. Oké, maar als je hem dus zou opbouwen in A-frame, een aantal kubussen, en die zou opbouwen in 3D Max, zou daar enorm veel verschil in zijn. Als je geen geavanceerde texturen toevoegt, of polygonen, of weet ik veel, dan is dat geen probleem. Nee. Zeker en vast niet. Dus dat is zeer handig dat je daarin kunt modelleren en wat dan overbrengen naar A-frame voor die web. Ja. Dat is veel makkelijker dan alles blokje per blokje te aanbouwen. Ja. Klopt. Ja. Je hebt net een
Ethereum heeft ook een heel physics systeem ontwikkeld. Dat zit daar ook in. Ik heb het zelf nog niet veel meer uitgetest, maar dus ik heb de moeite voor eens te bekijken. Ook in verband met particles renderen en zo. Ethereum heeft heel wat extra libraries die je kunt gaan gebruiken om dat soort zaken ook te realiseren. Het is heel wijd ondersteund en heel wat open source developers werken er ook aan. Dus het heeft ook een hele community achter zich. Dus dat is heel goed. Ja. Ook WebXR vermeldde ik. Ethereum heeft die ondersteuning al ingebouwd. Dus het gaat zeker blijven staan en ga ook meer in inspelen op AR. Cool. Bram, dan mag ik jou bedanken voor de mooie, leuke ideeën die ik erin heb. Bedankt voor je sessie. We hebben nog een cadeautje voor je. Oh, dat is leuk. Even als een echte nerd in de koken. Nice. Gaan we vinden. Top. Oké. Dankjewel. Bedankt. We hebben lunch klaarstaan zo meteen. Dus geniet.